opnieuw. Eén kop opnieuw. De coördinaten 10 uur. Er is geen maand van mij, Arend Jan. Nee, geen kop meer, mijn jong. Investeren en public relations. Het belangrijkste is uw eigen idee, maar voordat we daar verder op doorgaan, even het volgende. Waterleiding, Hendrik. Weer kapot. Goed. Was ik me vanavond wel? In Benidorm. Zolang er nog één kampeerder op mijn camping zit, gaan wij nergens heen. Zeker niet naar Benidorm. Oude, die opnemers heeft betaald tot maandag. Dus maandag gaan wij naar Benidorm, ja? Eindelijk is vakantie. Naar Benidorm! Zover de theorie. Bedenk nu zelf een origineel bedrijfsplan. Voor 5 minuten. Succes. En vanmiddag ga ik de tickets kopen. Als je dat maar weet. Hey, wat doen we met Leo? Nog een reden waarom wij niet weg kunnen. We moeten op Leo passen. Leo is een beo. Vuile stinkers! Schauder, wo ist der Ruhestand bitte? Gewatsch! Zeg Hendrik, zei jij niet dat als de laatste kampeerder van het terrein of als de wennen op de kans gaan? Is er wat mis met je oren dan? Er komt meneer Nelissen. Nou en? Benidorm, Benidorm, Benidorm. Het spijt me zo, meneer Nelissen, van die waterlijn. Weet je wat? We gaan onmiddellijk aan tafel eens een spade trekken. Voor dat vuurzuiver busje die er helemaal bovenop hoog en ik denk duim op de busje. Liegen? Ja. Ik hou van dansen en muziek. Viva España! Prachtig zeer dat jou in Groningen gelijk had, Berendje. Nooit je nest verleden, Arend-Jan. Hé, Berend, kijk door! Waar kan jou een poepje ruiken, wat? Nu zit ik weer eenzaam in mijn eigen kamer, terwijl de regen mijn dromen overspoelt. Ik zou de muren willen wegslaan met een hamer, want er is niets dat mijn Spaanse vuur nog koelt. Zeg, meneer Nelissen, laten we het toch over hebben. Wat dacht u ervan om nog een weekje langer te blijven? En dat natuurlijk tegen diezelfde ouderwetse prijs als u normaal elk jaar betaalt. Eventueel kunnen we ook nog wat korting geven. Wat dacht u van tarief 1962, hè? Nee! Maar wat betaalden uw ouders aan toen ze hier voor het eerst kwamen? Nou, stel dat u nou voor die prijs hier nog een weekje blijft. Wat kost het nou? Een paar dubbeltjes. En u zou mij persoonlijk er een enorm plezier mee doen. Even volle fles halen, meneer Nelissen. Dank u wel. Deze vogels hier. Ja, is allemaal inclusief.
En we zagen zo even een heel bijzonder soort. Ja, een heel onbekend, zeldzaam soort. Nou, ik zou niet zeggen dat ze zeldzaam zijn, maar bijzonder, dat mag je wel zeggen. Hé, meneer Nelissen? Verdomme! Wij zouden graag onze bivak hier opslaan voor één nachtje. Voor de vogels, begrijp u, is niet zo, Arend Jan. Met deze verrekijker... Ja, ons idee was... Maar we wilden graag tarief 1988 betalen. Kom op met je water, man. Kom op! Je hebt genoeg al verdiend, verdomme! Water! Ja. Hendrik, de oude Nelis is weg. Hendrik, we gaan. We kunnen eindelijk gaan.
Ja, als tenminste de oude Nelissen niet terugkomt, hè. Want principes zijn principes en een camping blijft een camping. Met kleren niks te ongeluk. Ciao, Leute. Meine Freunde und ich möchte gerne auf Ihren Naturcamping inchecken, bitte. Naturcamping? Naturcamping. Schon gut. Udo, komm mal her. Das ist ja gut hier. Schon gut. Sar. Dichtse land, mensen. Mooi weer. Nu zit ik weer eenzaam in mijn eigen kamer, terwijl de regen mijn dromen overspoelt. Ik zou de muren willen wegslaan met een hamer, want er is niets wat mijn Spaanse huur nog koelt.